Wat wij gaan leren en oefenen is het berekenen van lichaamsmaten op basis van antropometrische gegevenstabellen. Dat betekent in dit geval dat je kan in de tabel vinden een bepaalde gemiddelde maat, bijvoorbeeld een lichaamslengte, voor een bepaalde doelgroep. Je kan vinden in de tabel de gemiddelde afwijking, dat noemen ze standaardafwijking of standaarddeviatie, SD. En we zoeken naar een bepaalde percentielwaarde. Bijvoorbeeld, ik wil berekenen de lichaamshoogte die bij 95% hoort. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Hier is een voorbeeld. Dirk is gemiddeld hoog. Hij heeft een hoogte van 1830 mm. Dus hij is P50 met die hoogte. Als ik hem vergelijk met Erik. Erik hoort bij P95. Dat betekent dat 5% van de mensen zijn hoger dan hij. En 95% zijn lager. Hoe hoog is Erik eigenlijk? In dit geval, dit noemen we x gemiddeld. En de hoogte van Erik wordt xi, de gezochte lichaamshoogte. Dus als ik weet de hoogte van de gemiddelde mens, dus de maat van Dirk, wordt SD keer Z hoger. Hier is de formule, XI is gelijk aan X gemiddeld plus SD keer Z. Ja? X gemiddeld heb je uit de tabel, de standaardafwijking, standaardvariatie heb je ook uit de tabel. Wat is nou de geheimzinnige Z-waarde. De z-waarde is heel simpelweg een getal. Die representeert de percentielwaarde in de berekeningsformule. Want de percentielwaarde P95, als ik het in de formule zet, dan krijg je verkeerde waardes. Dus deze omrekentabel. Om een percentielwaarde kan je heen en weer omrekenen naar een z-waarde. Hier is de z-waardetabel. Dat betekent dat je zoekt bijvoorbeeld P95, dan zoek je hier tussen de rijen. Hier heb je 95,05, je hebt niet altijd exact het getal die je wil hebben, dan zoek je altijd de ene die het dichtst bij ligt. En dan vind je hier 1,6 en hier staat 0,05, de twee waarden moet je optellen, dus 1,6 plus 0,05 is gelijk aan 1,65. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat 94,59 is eigenlijk even dichtbij. Dus inderdaad, je zou kunnen zeggen ook dat 95% zou ook 1,6064 kunnen zijn. Ja? In dit geval 1/100ste in de waarde van z-waarde is nog niet zo enorm verschil. Dus als we gaan het invullen, dan met cijfers, dat betekent dat hier komt de waarde van de gemiddelde maat, SD, en de z-waarde wat we hebben omgerekend met de tabel van P95, dat is 1,65. En dan komt als resultaat 1940 mm. Hoogte voor Erik. Wat als je berekent een lagere maat? In dit geval Stefan is net iets lager dan Dirk. Dus hij is percentiel P45 en bij hem hoort een andere z-waarde. In dit geval zoeken we op P44,38 ligt het dichtst bij 45%. En dan kan ik hier aflezen 0,13. Maar wat hier moet opvallen, dat hier heb je altijd een plus en een minnetje. En een minnetje betekent dat ik moet een negatieve z-waarde opschrijven. Dus de z-waarde wordt min 0,13. Nou, waarom de negatieve z-waarde? Dus in dit geval, als we gaan uit van de gemiddelde hoogte van Dirk, dan XJ, in dit geval de hoogte van Stefan, is SDZ keer minder. Ja?
Dan gaan we hier even klikken. Dus dat wat betekent is dat als Dirk was 1830, dan 67 was SD. En we hebben min 0,13 als z-waarde uit de tabel voor P45 gehaald. Dit wordt de negatieve waarde. Dan de resultaat is 1821 voor Stefan. Er zijn altijd twee scenario's die je als ontwerper tegenkomt. Dus wanneer je gaat nieuwe producten ontwerpen en dan heb je een bepaalde idee over hoe een product eruit moet zien en wil je kijken hoe groot bepaalde productafmetingen zijn zodat het bij je doelgroep passen. Ja? In dit geval gebruiken we de formule wat we hier hebben net besproken. XI is gelijk aan x gemiddeld plus SD keer Z plus min afhankelijk van of dat ik zoek naar iemand die boven P50 is of iemand die kleiner is dan P50. Ja, en de tweede wat je vaak tegenkomt, dat je gaat een bepaalde product kijken die al bestaat en ben je benieuwd hoe het past bij een bepaalde doelgroep. Dus dan ga je uit van de productmaat en je zoekt naar de gebruikerspercentage. Ja, dan ga je uit van hetzelfde formule, maar ga je daarvan op basis daarvan z berekenen. En dan als je dit omtovert naar z aan de linkerkant, dan krijg je xi min x gemiddeld gedeeld door sdz als resultaat. Want ik zoek naar een gebruikerspercentage, dus ik zoek eigenlijk naar de z-waarde. En de z-waarde die ik krijg, kan ik met behulp van de z-waardetabel weer omrekenen naar een bepaalde gebruikerspercentage. Of een percentiel eerst. En daar basis kan ik bepalen of dat ik ga kijken naar de mensen die hoger of kleiner zijn dan de percentielwaarde. Dus dan krijg je een gebruikerspercentage.